De opening skidoo is net geweest en het gaat alleen maar over AI en generatieve AI. En hoe kijk je daarna vanuit SLTN's perspectief? Nou ja, het is sowieso een belangrijk onderwerp in de wereld waar we in leven. Hè. Iedereen is daar druk mee bezig, zo ook Gartner. En daar zijn in de keynote ontzettend veel dingen over geroepen. Bij onze klanten speelt het ook. Alleen ik denk wel dat het bij onze klanten zo is dat je moet beginnen met een plan. En dan dat plan gaan uitwerken om te kijken van wat kan je nou precies gebruiken voor AI in je businessprocessen. En dat is niet 1, 2, 3 gedaan, zeg maar. Nou, sowieso speelt het bij iedere organisatie. Je moet iedere organisatie er ook mee bezig zijn. Maar wat dan wel heel belangrijk is, is wat wil je ermee bereiken? Wat is je doel? En daar kan SLTN natuurlijk heel prima in meedenken. En dat doen we ook al bij een aantal klanten. Maar ja, wat je ook bij Gartner ziet, het is meer dan een term. Het is echt wel voor de komende jaren iets waar je als organisatie het verschil mee kan. Maar ik denk ook mee moet maken. Het leuke van Gartner is dat Gartner aangeeft dat het een hele grote verantwoordelijkheid voor de CIO is. Dus wij gaan onze klanten daarin ondersteunen om de gesprekken aan te gaan en over welke onderwerpen ze moeten nadenken om zeg maar tot een goed plan te komen. En vooral een uitvoerbaar plan. Wat me opvalt ook is dat de SLTN samen met een aantal klanten hier is, onder andere heel veel academische ziekenhuizen. Hoe kijk jij naar de implementatie en adoptie van AI in de zorg en gezondheidszorg en in het bijzonder ook bij ziekenhuizen? Nou ja, wat we net ook gezien hebben, ziekenhuizen hebben enorm veel data. Dus het begint ook al met van, ja, hoe maak je je data AI klaar? He, dus ook daar weer van, wat is je planstrategie, wat wil je ermee bereiken? Hoe veilig is het? He? Want we hebben ook net gezien dat security dan ook weer echt een kritisch onderdeel is van je AI-strategie. Dus ook voor ziekenhuizen, waar natuurlijk heel veel data staat, wat ook voor mensen lastig, gevaarlijk te gebruiken zou kunnen zijn. Ja, daar moet je echt wel heel, heel goed en strategisch mee omgaan. Wat geef jij de CIO's mee? Nou, maak het bespreekbaar binnen je board, op C-level, met je collega's. Van waar kan onze organisatie met gebruik van AI het verschil mee maken voor de komende jaren? Dat vind ik echt heel belangrijk. Bespreek het. Denk erover na.